Femke Pluim, hoe keer jij terug van het EK Indoor in Praag? Nou, zonder medaille, niet zoals Maureen, maar alsnog met een goed gevoel. De teleurstelling was wel daar toen ik niet sprong wat ik eigenlijk wilde springen natuurlijk. Maar alsnog kan ik terugkijken op een geslaagd beetje EK. Jouw discipline is hoogspringen. Waar ging je voor? Nou, de finale eis was 4,60. Dat werd heel moeilijk, maar ik wilde eigenlijk wel een nieuw PR springen. Dat zou dan 4,55 zijn. Ik wist dat dat erin zat. Maar bij 4,45 maakte ik 3 goede sprongen eigenlijk. Maar viel wel 3 keer de lat eraf. En ja, dan is de wedstrijd voorbij. Hoe zat het met het gevoel? Want dat PR had je juist niet zo lang geleden nog verbeterd. Ja, klopt. En daarom sta je er ook met extra vertrouwen. En omdat ik zeg maar 2 keer mijn PR had verbeterd in een korte tijd en dat allebei goede sprongen waren, wist je dat er nog meer in het vat zat. En dat wilde ik er graag nu uit laten komen. Wat overheerst nu? Het feit dat je op dat EK hebt gestaan en dat je hebt meegedaan in zo'n belangrijke wedstrijd? Of dat je toch net niet helemaal eruit hebt gehaald wat je had gewild? Eigenlijk ook nog steeds een beetje de teleurstelling natuurlijk. Omdat je zeg maar liever een hoogte had gesprongen waar je tevreden mee kan zijn. Maar goed, ik ben nog jong en het was het eerste grote toernooi. Dus wat dat er gaat, kan ik ook wel blij zijn dat ik er heb gestaan, heb meegedaan, ervaringen heb opgedaan en heel veel heb geleerd. Hoe heb jij de successen van de anderen onder wie Maureen beleefd? Ja, dat was natuurlijk super gaaf en ontzettend inspirerend. Ik zat op de tribune terwijl Maureen moest lopen. En dan ervaar je pas de spanning van zo'n publiek die daar dan zit. En nou, we hebben ontzettend hard voor haar gejuicht en... Nou, het heeft zijn vruchten afgeworpen. Volgende keer sta ik daar. Boom! Er kwamen ook heel veel emoties vrij bij haar. Weet je als atleet dan precies wat er speelt op dat moment? Ja, dat weet je. Je weet het ook van elkaar, zeg maar. Dat als ze dan nu dat wint, dan is het logisch dat er zo'n emotie achter zit. En dat vind ik persoonlijk alleen maar mooi. Ik bedoel, het zou raar zijn als je denkt, oh jee. Het is leuker als je een mooie emotie erachter hebt zitten. Dus jij hebt een beetje het gevoel wat de familie op dit moment doormaakt? Ja. Ja, ik denk dat je dat wel begrijpt en ook voor haar wordt het nu, nou ik denk dat ze vannacht goed zou slapen met een glimlach op haar gezicht nog steeds en het is er gegund. En voor jou, wordt jouw volgende doel? Komende zomer is EK onder 23, waar ik nog aan mee mag doen. Daar wil ik graag wel naar de finale en ook gaan voor een medaille. Dus wie weet komt die emotie dan ook wel bij mij. Ja, want jouw doel is uiteindelijk, jouw ultieme doel is uiteindelijk om naar de Spelen te gaan? Ja. Dat is denk ik iedereen's doel van degene die hier allemaal zijn. Wie weet is, komt Rio nog te vroeg, maar anders 2020. Dus Europa heeft kennis met je gemaakt en Nederland weet al dat je er bent. Precies. Ik heb mijn naam op de kaart gezet. En AV36 ook daarmee? Precies.